Goedemorgen. Vandaag een antwoord op de vraag van Boris. Een tijdje terug is vastgesteld dat Boris met verstoorde cholesterolwaardes kampt. Het totaal cholesterolgehalte in zijn bloed is verhoogd, te hoog ten opzichte van de gestelde normwaardes. En ook het LDL-gehalte in zijn bloed is verhoogd, te hoog ten opzichte van de gestelde normwaardes. Nu heeft Boris een aantal kilo's overgewicht en hij heeft altijd gedacht en begrepen dat verstoorde cholesterolwaardes daar een samenhang mee hebben. Wanneer je wat overtollige kilo's hebt, dat je dan sneller verhoogde cholesterolwaardes en LDL-waardes kan verkrijgen. En dat deze ook minder makkelijk, minder goed dalen. Maar toen Boris in zijn kennissenkring benoemde, dat dit was vastgesteld, hè, zijn verhoogde cholesterolwaardes en LDL-gehalte in zijn bloed, toen vertelde ook een paar van zijn kennissen, waaronder kennissen zonder overgewicht, en zelfs een paar kennissen die toch echt wel slank te noemen zijn, dat ook zij een verhoogd cholesterolgehalte en een verhoogd LDL-gehalte in hun bloed bezaten. Dat het bij hen ook is vastgesteld. Dus de vraag van Boris is: hoe kan het dat veel mensen samen met mij, zelfs slanke mensen, mensen zonder overgewicht, met een verhoogd cholesterolgehalte in hun bloed en een verhoogd LDL-gehalte in hun bloed kampen? Waar heeft dat mee te maken? Want kennelijk niet alleen met overtollige kilo's. Dat is de vraag van Boris. Nou, Boris, laten we het eerst eens gaan hebben over cholesterol. Waar dat molecuul eigenlijk voor nodig is. Cholesterol is een vetachtige stof. En het is geen voedingsstof, zoals vetten dat wel zijn, maar een structuur. Stof. Dit is een stof, een molecuul die in alle membranen van jouw cellen en ook de membranen van de organellen, de onderdelen in je cellen, aanwezig is en ook nodig is. Want het is heel belangrijk dat de zuurtegraad constant gehouden kan worden in je cellen, maar ook de organellen in je cellen. En dat kan enkel wanneer er een lipidenmembraan omheen je cellen en omheen de celorganellen aanwezig is. En wanneer er cholesterolmoleculen in dat lipidenmembraan aanwezig zijn. Het is dus ook een hele belangrijke stof. En het moet dan ook naar alle weefsels en cellen die cholesterol nodig hebben, getransporteerd kunnen worden. En transport van voedingsstoffen en ook structuurstoffen zoals cholesterol, dat moet plaatsvinden via je bloed. Dus dat je cholesterol in je bloed hebt, dat is een noodzakelijk iets. Cholesterol is een vetachtige stof. Dat wil zeggen, een stof met hydrofobe eigenschappen. Watervrezende eigenschappen. En hydrofobe moleculen, waaronder dus ook cholesterol, die kunnen dan ook enkel in waterrijk milieu, zoals jouw bloed, maar ook je celvloeistof, opgenomen worden met behulp van cholesterol transporterende lipoproteïnes. Dus het cholesterol in jouw bloed, dus dat wat te hoog is gebleken, dat is altijd aanwezig in lipoproteïnes. En LDL is een van die lipoproteïnes, cholesterol transporterende moleculen. En dat is de lipoproteïne die cholesterol naar alle weefsels en cellen in je lijf die dat nodig hebben, en alle weefsels en cellen hebben dat eigenlijk dus ook nodig, hoorde je net, transporteert. Wanneer jij een verhoogd totaal cholesterolgehalte hebt en een verhoogd LDL-gehalte hebt, wat betekent dat dan? Dat het cholesterol dat verpakte lipoproteïnes aanwezig is in jouw bloed,
niet goed in de weefsels en cellen die dat nodig hebben opgenomen worden. En dat daardoor het gehalte aan cholesterol en LDL in je bloed niet daalt. Ja, en dan krijg je een verhoogd cholesterol en LDL gehalte. Dat is dus waar heel veel mensen, zelfs slanke mensen, mee kampen. En dat betekent dus dat de opname van dat cholesterol transporterende molecuul, dat de opname van lipoproteïnes, dat zijn grote wateroplosbare moleculen, in de weefsels en cellen van deze mensen niet goed verloopt. Vandaar is dus een verhoogd gehalte in het bloed. Ja, het gevolg van wanneer de opname in de weefsels en cellen niet goed verloopt. Dus moeten we het daarover gaan hebben. Hoe kan het dat dat in de lijven van heel veel mensen die met een verhoogd cholesterolgehalte en LDL-gehalte in hun bloed kampen, niet goed verloopt? De opname van zo'n grote wateroplosbaar molecuul lipoproteïne in je cel. Wat is nodig om grote wateroplosbare moleculen, lipoproteïnes, op te kunnen nemen in je cellen? Ja, daarvoor moeten er membraaneiwitten tussen de fosfolipiden in de membranen van je cellen aanwezig zijn. Receptoreiwitten heten die. Waar die lipoproteïne aan kan meren, zeg maar. En vervolgens moeten grote voedingsstofmoleculen, wateroplosbare moleculen, lipoproteïnes ingestulpt worden met het celmembraan. Omheen dat grote molecuul ontstaat dan een transportblaasje, een vesikel genaamd. En dat transportblaasje dat zorgt ervoor dat het grote wateroplosbare molecuul, die lipoproteïne, in de celvloeistof opgenomen kan worden, omringd door een lipide membraan. Dus een membraan die bestaat uit dezelfde moleculen als het celmembraan. Zo moeten grote wateroplosbare moleculen, lipoproteïnes, in je cellen opgenomen worden. Maar vervolgens moeten er ook wel steeds weer in en door je cellen nieuwe membraaneiwitten, receptoreiwitten, waar nieuwe lipoproteïnes weer contact mee kunnen maken, zeg maar, hè. En nieuwe vesikels, transportblaasjes met zo'n lipide membraan gevormd en uitgescheiden worden door je cellen. Want anders kunnen er niet nieuwe lipoproteïnes opgenomen worden in de cellen. Want de eerdere lipoproteïnes, daar gaat een stuk van het celmembraan, gaat dan mee, wordt ingestulpt. Dat vormt dan dat vesikel. Maar ja, als er dan niet opnieuw zo'n vesikel wordt uitgescheiden en dat ontbrekende deel van het celmembraan niet hersteld wordt met zo'n receptoreiwit ertussen, dan kunnen niet nieuwe lipoproteïnes opgenomen worden. Een verhoogd cholesterolgehalte, een verhoogd LDL-gehalte in je bloed is het gevolg van een slechte opname van lipoproteïnes met behulp van receptoreiwitten en vesikels in je cellen. En dat betekent dat de vorming en uitscheiding van nieuwe vesikels met receptoreiwitten die de opname van lipoproteïnes in je cellen mogelijk maken, niet goed verloopt. Want als dat niet goed verloopt, dan missen je cellen datgene wat nodig is om lipoproteïnes, grote wateroplosbare moleculen, op te kunnen nemen. Dus we moeten het daarover gaan hebben. De vorming van nieuwe grote voedingsstofmoleculen en uitscheiding daarvan, zoals de vorming van receptoreiwitten en ook vesikels en het uitscheiden daarvan, waarna pas grote voedingsstofmoleculen lipoproteïnes met behulp van die membraaneiwitten en die vesikels opgenomen kunnen worden, dat is een anabole stofwisselingsproces. Een anabole stofwisselingsproces kunnen enkel uitgevoerd worden in en door je cellen wanneer er geen tekorten in vocht en essentiële voedingsstoffen, dat zijn bouwstoffen, heersen in je lijf. Dus elk moment van de dag en elke dag in je leven dat er tekorten in vocht en essentiële voedingsstoffen heersen in je lijf, dan zijn je cellen niet goed in staat om anabole stofwisselingsprocessen uit te voeren.
Zijn je cellen ook niet goed in staat om nieuwe membraaneiwitten te vormen en nieuwe vesikels, transportplaatjes te vormen en deze uit te scheiden? En dan missen je cellen dus in hun membranen die receptoreiwitten die nodig zijn om grote wateroplosbare moleculen, lipoproteïnes, op te kunnen nemen. In zich. En vervolgens af te kunnen breken en te kunnen, de stoffen erin te kunnen benutten. Dus, in het lijf van heel veel mensen, waaronder jouw lijf, die met een verhoogd cholesterolgehalte en LDL-gehalte kampen, heersen er regelmatig tekorten in vocht en essentiële voedingsstoffen. Ja, die kunnen natuurlijk ook heersen wanneer je geen overgewicht hebt, hè? En daardoor bezitten hun cellen onvoldoende van hetgeen je cellen nodig hebben om grote wateroplosbare moleculen, cholesterol-transporterende lipoproteïnes in zich op te kunnen nemen. Dat als antwoord op je vraag.